zijn nu bij Helmond Sport. We gaan nu een wedstrijd spelen tegen de jeugd van Helmond Sport samen met Plotta. Het doel van deze wedstrijd is gewoon jezelf weer ontwikkelen op nieuwe vlakken. Tegen nieuwe tegenstanders waar je eigenlijk niet zo snel tegen zou spelen. En gewoon kijken waar je als team, maar ook persoonlijk staat op voetbaltechnisch gebied. Ik verwacht een leuke open wedstrijd. Tegenstanders die niet elkaar per se goed kennen, maar er wel keihard voor gaan om de winst te behalen. Dus ik hoop op een mooie open wedstrijd en een mooi resultaat voor ons. Mooi man, spreek jou na de wedstrijd. Yo. Snap je wat ik bedoel? Snap je wie ik bedoel? Hey? Gewoon iets langer door. Nee. Precies. Jaden heeft troepen. Dat is goed, 100%. Ja, duelleren! Hey! Tizzy! Ja, hebben we het! Kijk, dat is het. Jongens, correct! We zitten jongens allemaal. Ik ga staan, anders krijg ik weer kans op de stem. Maar we doen het super goed, ja? Aan de kant van de bal maken we het super goed klein. Hey, hebben we op het bord even voorgedaan. Maar als de bal hier op de rechtsbak is, dan komen we allemaal in deze zone. Allemaal. De rechtsback, onze rechtsback, Sjiert aan de binnenkant. Dan pakken we ballen af en dan gaan we winnen. Ja? Nog? Die probeert heel veel Sjiert te zoeken. Op zich is dat goed. Er komt veel drijf vandaan. Maar juist als je aan de kant de bal hebt en we verplaatsen, staat hij in de ruimte. Dus je kan hem ook op je standbeen crossen. Dan kan jij in de zone knallen. Je hebt een fantastische kans. Leg hem daar maar weer. Wel iets sneller die dribbel gaan pakken. Zie je, gaat dribbelen. Ja, ik heb het even van de zijkant kunnen bekijken. We spelen heel erg in de controle. De momenten die we krijgen, die benutten we eigenlijk goed. Het ziet er al heel erg gewend uit. De dingen die we op de trainingen doen, laten ze nu ook hier in de wedstrijd zien. Ayman die een fantastische wedstrijd eerste blok speelt. Puur op techniek. Daar staan we eigenlijk ook een beetje voor. En dan is het alleen maar mooi dat het ook uitkomt. Dus ik ben benieuwd, tweede blok. We gaan er nu in. 2-0 de stand en we komen straks weer terug. Zo, even mee. Hier, even een beetje in die zone daar.